Jongens, tof je kijken naar jullie weer mijn kanaal. Jullie zien het, we zitten weer in de Ravingenpijl uiteraard. ook kriebel. Ja, ik ben er al ziek. Juist heb ik een schuimelijk aflevering opgenomen een paar uur geleden. En nu. Nu dacht ik even, ik neem weer eens een Ravingenpijl video op. Want voor mij is die 1 uur, ja, toch, ja, denk 1 uur, is die voor mij online komen. De 22e aflevering al van Drive Empire. De serie loopt nog altijd goed. Of ja, ik bedoel, nu de laatste tijd minder, maar blijf hem uploaden, opnemen en uploaden, want dat is toch een goede serie hoor. Maar zijn mooie, wel chique wagens dat hier allemaal staan. Maar welke ga ik dan pakken? En sowieso ga ik ze, alle chique wagens, alle wagens die ik chique vind, ga ik zo in de toekomst kopen. Maar welke zou ik nu beginnen? Weet je wat, we gaan gewoon. Ik hoop dat niet vergeet, maar dan zullen we bij deze afspreken. We gaan van goedkoop naar duur. Hè? Want we moeten het dan upgraden. We gaan alles gewoon. We gaan zoveel mogelijk. Gewoon, wat we mooi vinden, knikken we er gewoon op. Daar gaan we niet naar kijken. Dus als ik weet, ik heb niet genoeg geld om te upgraden. En ik kan niet betalen. Ja, dan ga ik misschien erachter plakken ofzo. Want tot ik die auto, als ik genoeg heb gespaard en geld heb. Dat ik dan achteraf dat nog erachter plak. Als ik hem ga pimpen, kan ik hem wel kopen. Maar dat zien we in de toekomst wel. Dus deze BMW. Die lijkt even kijken. Is dat wel een mooi ding? Mooi. Zou ik die zelf ook willen? Dat is de vraag. En denk of zo. Zou wel een mooi eerste autootje. En dat gaat er helemaal in. Ja. Dat hebben ze mooi gedaan. Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat hebben ze mooi gedaan. Game. Driving by makers. Jullie hebben goed in elkaar gezet. En wat staat weer op mijn blog? Borges was hier, yes. Stel op. Je kunt niet van een auto van 20.000 verwachten dat die een mooi geluid heeft. Dus voor dit ding is het goed. Ik laat. Ja, gewoon deurtjes. Simpel, subtiel. Ja. En we gaan dus iets helemaal anders doen. Ik heb zoveel zwart met rode auto's dat ik ook het coolste vind. Maar we gaan gewoon even iets totaal anders doen. De zwarte velgen, dat vind ik wel nog tot moet blijven. Of toch? Laten we even nu zwart doen. Nee, wit. Goed, doen we gewoon eens lekker wit. Of die. Die kan er nog mee door. Goed, die. Die. Zo. Even nog. Ja, dit kan wel een ziek passenbakje worden. Ziek, we gaan die sowieso verlagen. Ik ga zo gaan kopen, BMW'tje weet ik veel. BMW. Ik ken er niks van. 3M, I know. Ja, ik heb wel van auto's, maar van BMW, ja, dit maakt wat niet. Maar goed, denk ik gekocht. Een oldtimer, want ik had eigenlijk ook eens een cool passenbakje, maar die hebben we gewoon verkocht. Want dat is niet meer, ik ga echt gewoon. Ja, oldtimer is niet mijn stijl, dus deze denk ik dat ik ook niet ga kopen. Als ik ooit nog genoeg geld heb en toch nog misschien extra wil verder gaan en met deze serie, ja, dan kan ik die uiteraard achteraf verkopen. En dan, ja. Maar serie moet uiteraard ooit, of ja, niet moet, maar die gaan we uiteraard ooit ergens stoppen, dus ja. Maar nog belangen niet, we denken nog lang niet aan jongens. De serie, kijk hoeveel auto's tot er nog zijn die ik sowieso nog wil kopen, hier allemaal hiervan. Maar toch een groot deel, ja, meer als, ja, toch wel, meer als 100 auto's of zo, dat ik in totaal ga hebben. Dus 100 afleveringen gaan jullie zo, meer als 100 afleveringen gaan jullie gezien hebben, dus. En we zijn er nog maar, wat bij mij online is, de 22 afleveringen, dus. Goed, oh, wel door de deur als het gaat. Och nee, die moet ik even putje precies te goed doen. Zo, ik moet zo deze. Want daar wou ik door, dus dan moet ik langs daar. Ik zit ook mijn VIP's uiteraard. En even alles schoonmaken. En ik heb uiteraard op bepaalde mensen mogen in de VIP-server. Even checken nog. Bepaalde mensen mogen erin, want anders gaat iedereen een random zetten joinen. Dus, oké. Sorry, ja, ik ben even nog. Zo. Oké, waar is die rommel? Rommel. Zo. Oké, ja, ga ik nooit een race meer winnen, dat weet ik nu al, maar. Het is blijven en ik wil op alle wagen houden. Oké. Ja, en waarschijnlijk is dat geen achterwielaandrijving, want ik zie dat u slipt. Als je dit onder een ander had ik gezet, ja. Van hoe heet dat?
Een sneller autootje, ja. Goed, even kijken welke nummer plat rond moet. Hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14. Dus dat wordt het nummer plat 15. Tom 15. Want die motor, daar staat gewoon Tom op, dus die telt ook nog mee uiteraard. Dus dan moet dit Tom 15 zijn normaal. Ja. Zo. Dit doe even. Oké. We gaan niet. We gaan een beetje realistisch houden. We gaan gewoon realistische auto's proberen rond te maken. Dus rims type. Ja, daar kunnen we wel wat betere velgjes op, hè? Lijkt mij dan. Even preview. Nog beter. Ja, ik bedoel, dan moet er nog beter op. Kan hem niet door. Die dan. Ja, voor een BMW 31.000, dat is gewoon duurder dan een auto. We staan er wel cool op, maar we gaan. 20.000 kosten duur, dus. Deze kunnen er wel op. Ja, die zijn wel wat cooler. We moeten er nog mat maken. Ja, dit moeten we even slepen zo. Die ziet er ook uit, trouwens, maar het moet er strak uit. Remblokken. Die moet ook dit. En dan dit maken we geel zo. We hebben altijd rode remblokken. Staat er wel cool op, maar we doen dus even dans. Geel dus. Interieur. Dat is nu dit soort. Laten we die. Die misschien wit zou ik wel kunnen. Of die, nee, doe maar wit. Oké. Ze kan ook best mooi in het aan. Gewoon. Oh, dus, oh ja. Dat is dat, ja. Laten we die op blauw zetten. Ah, ik kan hem niet door. Tom 15 is dan. Of wel eens een auto verkocht, want ik dacht dat we al Tom 15 erop hebben, al op een auto hebben gezet. Moet ze even zien. Anders kan je altijd wat veranderen. Of ja, we hebben het er misschien opgezet, maar omdat we nou een paar auto's hebben verkocht, is het nu veranderd. Oftewel, heb ik het daar nog van in mijn hoofd dat op die stond moet. Wraps, dat gaan we eigenlijk niet doen. Ik kost ook veel, dus hierop. Ik kan er wel cool op staan, maar. Dat is veel duurder auto's. Ja. Als je een upgrade doet aan auto's, ja, is het vaak even duur of soms nog duurder als de auto zelf heeft gekost. Dus dan moet je veel geld apart overhouden. Dus, moet laag uiteraard. Hoe ziet het eruit? Ja, dat moet er sowieso op, vind ik. dat staat wel vast op elke auto. Of elke auto moet sowieso laag zijn. Dus. Of moet laag op de grond. Oké. Even de energie zo en dan. Super. Oh, sorry. Super show. Ja, die is ook veel. Oh mijn god. Nou, eigenlijk maakt niet uit, hè. Ik heb toch redelijk goed geld genoeg. Dus als ik. Ja, als ik nu. Gewoon dure dingen. Of wil uitgeven. Ik zit sowieso toch nu al boven, hè. Wat ik nu al heb uitgegeven. Heeft me toch al. Het dubbele van mijn auto gekost. Dus. Heeft al mijn auto gekost. Dus. Ja, ik maakt niet uit, hè. Ja, als ik dat erop wil, dan gaat die ook binnenkort meer waard zijn als ik die wil verkopen en zo. En zijn crypto uiteraard, die slipte die dus. Hier, zie, er staat achterwielaandrijving op. Ja, en dan zetten we eruit dat ik even all-wheel drive erop, uiteraard. Zit dan 15, 20k normaal en. 25k, I know, zou iets kunnen zijn. Boost, nu vergeten, want dat ben ik wel helemaal vergeten. Laat jullie weten dat ik dat een paar keer ben vergeten erop te zetten. En binnenkort ga ik uiteraard de pas nog kopen, maar dat zie je in de toekomst. En dan ga ik op alle auto's premium boost zetten, uiteraard. Dat ga ik ook misschien in een video doen of zo. Dan ga ik er een aparte video over maken, dat ik die koop, die pas, en dat ik dan wel die auto's zet. Maar dat, of, laat me, ja, want, jullie moeten ook nog laten weten, maar, want de video heb ik al. Dus ja, waarschijnlijk, dat is al een paar video's geleden dat ik dat heb gezegd. Maar ik vraag het nog eens, als jullie daar niet hebben laten weten, want er staat nog een belangrijk niet online. Maar gewoon, als jullie de video zien, en als jullie deze video zien, laat dan alsjeblieft weten.
Kost dat, als ik hierop klik en ik wil die Boost Game Pass kopen, heb ik, moet ik dat dan per auto doen? Of is dat dan voor altijd, omdat dat gewoon geld of iets kost? Of dan weten in de comments, als jullie weten, kost het dan gewoon cash of geld om die telkens erop te zetten dat ik gewoon eenmaal die pass heb? Of is dat die pass per auto of zo? Is dat eigenlijk de prijs? Of kost het dan eigenlijk per auto zo'n boost opzetten? Kijk. Kun je eens zien, 125 Robux ga ik niet per auto uitgeven, dan ben ik nu al aan de 5000 Robux geworden. Ja, nee, zo oud zijn we nu ook niet, maar niet in die richting toch. Even dat. Dus we gaan hem even testen, trouwens weer. En dan gaan we nu ook even de auto stellen. Oh, die heeft nu al veel power, wat meer. En waarom regent het weer? En there you go. Oké, dus auto's: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14. Dat is Tom 15 dan, ja. Tom 11. Oh. Tom 10. Doe ik nu verkeerd. Is dat gewoon 7? Ja, dat is dan Tom 7 waarschijnlijk. Of Tom 7. Ah, dat zou wel goed zijn, zou wel kloppen. Hè. Die Tesla, Tom 13, en dan heb ik ook nog ja, hier de laatste nieuwste 9. Ja, hoeveel geld ik van die nog laten, dat weet ik wel. Tom 14, ja, en dan moet het Tom 15 zijn nu. Ja. Oké, ik ga die even terug erbij pakken. Denk ik ook. Zou ik ook cool doen? Ja, ik heb dat al een paar keer gedacht, maar ik ga nog een keer zeggen. Game, als jullie willen, fix alsjeblieft dat je ook andere soorten uitlaten hebt en gewoon de realistische dan wel zoekt. En dan andere namen geven, uiteraard, want ze mogen niet echt de naam gebruiken. Hebben like, een krap of iets, of ja, wat onderhouden kan. Gewoon alle soorten uitlaten. Dat je het ook voor geld en misschien ook boer, kun je extra Robux verdienen. Dat je die ook, dat er gewoon ook verschillende, dat je andere soorten uitlaat eronder kunt zetten. En ook het volume en pops en bangs eronder en zo. Heel uitgebreid. Als jullie dat willen toevoegen, als jullie deze video zien, dat zou heel fijn zijn. En dan, ja, dan gaat dat mijn dag weer goed maken. Als ik gewoon uitlaten eronder kan jitteren. Maar de game zal waarschijnlijk mee bezig zijn, heb ik laatst ook gehoord. Dat ze al het proberen zijn, dus. Of het alle maken zijn ofzo, dus. Maar wat vind je van mijn eerste WWW? Ik vind hem best nice en goed gelukt. Ik vind het wel een mooi ding, joh. Ander vel gedoekt erop, ja. Maar dat ik niet eens gemaakt, ja, niet alles kan realistisch zijn. Zie, ik krijg gewoon er doorheen. Alleen mijn wielen, als ik aan mijn wielen ben, dan, moet ik er gewoon op reizen. No, ik ga op. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Weet zeker niet te liken, te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden als je het nu hebt gedaan. Want ik kom nu even in beeld meer dan 70 tot 80%. Pak 75%. Oh. Is niet geabonneerd. Bij de Reva. Klik dan nu op de rode knopje. En maak dat grijs. En dan ben ik een gelukkig man. En dan heb ik weer een abonnee bij. En dan zijn we allemaal even gelukkig. Jij bent blij dat je mij hebt geholpen. En mij blij hebt gemaakt met abonneren. En ik ben blij. Dat ik gewoon een abonnee erbij heb en misschien ooit geld kan verdienen. Nee, dat nu maar niet, maar ja, misschien kan ooit, maar dat is niet, ja, bedoel, dat is niet per se waarvoor ik YouTube ben begonnen. Hè? Want toen ik begon, kon je volgens mij pas een aantal weken later of zo, kon je pas geld verdienen, denk ik, of zo. Ja, ik ben ondertussen ook bijna, zit ik nu te denken, ben ik bijna ook, ja, 4 jaar bezig met YouTube. Dus, ja, dan even nog dit tussendoor. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken, dat je het vond. Ja, 4 jaar bezig met YouTube, jongen. Dat, ja, ik kan nog heel veel zeggen met YouTube, als YouTuber. In ieder geval, nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Later!